het leven gaat verder als het uit is. Uit is uit. En dat ik dan nu toevallig iemand... Ja, staat de politie daar of niet? Ja, die man die gaat eerst fucking bij je hand tegen me lopen doen. Wat gebeurt hier allemaal? Jongens, het staat allemaal op camera. Alle politie staat toch daarvoor. Inbreken bij Hooi. Chaos. Welkom bij een nieuwe vlog! Hey, ah. Ik lig naakt met Bas, niet doen! Oh, lig je ook naakt? Ja, niet. Hoe was het? Waarom doe je dit altijd? Ook toen ik hier woon, het eerste wat je doet is iemands deken weg. Wat wil je eigenlijk zien? Wat wil je bereiken met die actie? Ja, ik wil niks zien, maar misschien dat de kijkers wel wat zien. Thumbnail. Ja. Hij is wel echt super gereed, ouwe. Wie? What the fuck, ik ben zeg maar zo broek dat ik mijn camera op ongeluk uitdruk. Dat heb ik nog nooit gehad. Die zat midden even af te houden. Nee, gisteren vies het een beetje door de kamer, maar hij heeft echt een hele goede ronding. Ja, dat weet ik. Dat is echt niet normaal, hoor. Ja, ik heb echt gewoon... Laat ze even één keer zien. Ja, kom. Wat denk jij nou? Laat je reeds even zien. Dat is exclusief voor OnlyFans. Echt? Ja. Hoe heet je OnlyFans? Dan de John. Dan de John. Heb jij ook OnlyFans? Ja, man. Hoe heet die? Maar... Weet ik veel. Maar jij ben je brak? Ja. Wat kan dat nou? We hebben letterlijk nog niet gedronken. Nee, maar lig jij... Geen glas was het. Hoe laat is het, jongens? 13:30. Ah, je had gesnipt. Ja, maar... Waarom liggen jullie dan om 12:15 nog in bed? Nou, omdat wij gisteravond niet konden tukken, omdat we 2:30 uur... Ja! We hadden dat besteld om 12:15. We waren gisteren terug natuurlijk uit de club, onderweg. Om 3:15 hadden we een kapsalon besteld. Ik denk dat ik echt 10 keer die toko gebeld heb van, joh, waar blijft hij? Ze waren echt boos op een gegeven moment ook. 7 keer heb ik gebeld hier. Ik heb 1 keer gebeld om 3:15, om 4:10, om 4:05, om 4:45, om 5:00 en om 5:15, omdat ze er gewoon 3 uur over gedaan hebben om die kapsel te bezoeken. Ja, en dan worden ze boos bols. Op het laatste zijn echt van, ja, hij komt eraan. Ja, wat nou, ja, jongen, je doet geen 3 uur over een kapsel. Kijk, dat was er wel midden in de nacht. Hij was wel lekker. Het was wel het wachten waard, inderdaad. Ja, hij was goed. Nou ja, goedemorgen jongens. Goedemorgen. Gewoon wat leuks vertellen voor de rest. Allemaal een groep met de meiden. Hij is helemaal overhoord. Wat? Zie je zo overhoord? Nee, ik werd gewoon... Zie je het helemaal awkward? Nee, niet zo overhoord. Door wie? Ja, door Ella. Wat dan? Ella belde mij gewoon vanochtend omdat ze gewoon iets wilde overleggen over dat ze een kaartje had betaald. Wat zeg jij nou allemaal? Ja, ik wil niet stoken, maar ik was altijd al naast. Het is zo'n dom verhaal. Oké, nou, ik ga eens naar beneden. We zitten hier even met de jongens. Ik ben dus de beelden van gisteren aan het editen met het uitgaan. Het is wel grappig. Ik nam dus normaal gesproken nooit echt mijn GoPro mee met uitgaan. Maar tegenwoordig dus vind ik het wel lachen om het gewoon mee te nemen. Maar iedereen ziet er ook zo... Bro, jelle, kijk hoe bezopen je eruit ziet. Alleen... Gast. Ja, maar hier kon je ook in... Wacht even. Jezus. Maar weet je wat zo irritant is? Jij doet ook echt fucking de camera. Het is echt zo, maar je weet dat het wide angle is en alsnog is het dan echt gewoon dit. Ja. Je kijkt zo, what the fuck? Ja, dat is niet best, dude. Dat is wel een best show. Nee, maar ik probeer dit wel steeds vaker te doen. Want ik heb het natuurlijk in mijn vlogs best wel vaak. Ja, we gaan uit vanavond en dan film ik daar wat van. En dan, ja, dan heb je ook zoiets van, nou, dat willen we ook misschien wel eens een keertje zien. Dus vandaar. Ik ben nu ook aan het editen. Zo leuk voor ons, weten we nog een beetje wat er gebeurt. Ja, dat is wel echt zo. Dan weet je echt nog een beetje wat er gebeurd is inderdaad. Want... Het is juist geweldige beelden gewoon. Ja, toch? Dat zijn wel de leukste. Wel leuk. Ja. Ik kan sowieso alles filmen. Dingen die er niet in kunnen niet in. Ja, want ik kan heel veel niet in. Ja, het valt wel mee. Hé, Jelle? Gisteren met die dame jij? Ja, dat niet vond ik nog. Ook raar. Hebben we dat met Bo overlegd? Ja, hebben we dat eigenlijk gezegd tegen Bo? Grap, ik doe dat niet. Ik ben echt oprecht gelukkig met Bo. Dus ik heb niks nodig in mijn leven. Maar waarom deed dat dan? Ja, dat is toch raar. Als kijk naar mijn hoofd, zie ik eruit dat ik dat soort dingen zou doen? Ja. Ik wil geen hond op af. Ja. Ik zou mijn hond er nog van aftrappen. Ja. Oh, lekker zoenen met Jelle, be like. Mm. Oh. What the fuck? Bro, jij kijkt echt alsof je dood bent. Nou. Bro, Gio is zo mooi, je kan met Gio niet meer in zijn ogen kijken. Oh, joh. Ik moet echt vaker uit. Kijk, ja, nu snap ik waarom ik zeg maar. Kijk hem ook kijken. Je ziet hem. Kijk. Jezus. Oh. Ik ben gewoon niet meer aanspreekbaar op dit moment, volgens mij. Nu snap ik wel waarom ik een kater heb. Ja, dan kijk, deze beelden dit. Dan is het echt een kan ik. Want dit is dit, echt eerlijk. Dat is gek. Ik wist dit dus allemaal niet meer van gisteren. Nou, het is wel echt leuk om die beelden terug te zien. Heel gek. Sofie, niks heeft gedronken. Ja. Ik had sowieso niks gedronken. Ja. Dat zeg je ook echt 30 keer in die shots. Ja, maar ik heb dat ook echt niet gedaan. Ja.
Eén glas. Ja, ik had één glas. Ik had ook één glas. Het bijvullen. Ja. Eén slok openladen en het bijvullen. Ik had één fles. Nou, de mannen gaan vandoor. Hey, neem maar mee. Ja, een pakketje mee. Ja, ik zal de deur even open doen. Kom maar, jongen. Kom maar. Kom naar buiten. Een zwaar pakketje. Jezus. Finn, wat weeg jij? Hoeveel ik weeg? Ja? Jij weegt sowieso 85 kilo. Ja, 84 of zo. Echt? Alleen lekker. Maar spier. Zo. Ja. Nee, dat was maar een feest. Ja. Geef niet. Ja, gisteren 2 keer kebab gegeten. Echt niet goed. Ja, die kapsel vannacht. Oei, oei. Oké, maar nu gaan de mannen dus echt vandoor. Ik vond het weer genoegen. Ja, dat is eigenlijk echt kut met links. Hè? Ja. Waarom is het zo kut met links? Omdat jij waarschijnlijk rechts bent en ik ook. Dus... Oh, ja. Dat is waarschijnlijk hoe het gaat. Dat is het. Hey, was weer gezellig. Ik ga met jou met rechts doen. Oh, kut. Oh, wow. Hey, maar dit vond ik ook weer heel raar met links vloggen. Ja, jongens, dat was erg gezellig. Laten we even ruilen van auto dan een weekje. Had je tegen Bas of tegen mij? Ik heb een swapfiets. Heb jij een swapfiets? Ah, ook dik. Ja, ik ga dus wel, jongens en meiden, waarschijnlijk mijn Ferrari, ik wijs niet naar mijn Porsche, maar ik ga mijn Ferrari waarschijnlijk wisselen binnenkort. Oh. Hoi. Dat zijn de buren toch blij mee bij, hè? Leuke motorbende. Oh, nu was ik mijn verhaal kwijt. Oh. Sorry voor de buurt. Yo, later. Nee, maar ik ga dus mijn Ferrari wel waarschijnlijk binnenkort ruilen met de Aston Martin die je gisteren hebt zien staan. Oh, vet. Ja, dat is oprecht vet. Met die F1 Aston Martin. Wow. Zo. Doei. Even een throwbackje naar gisteren. Het is tijd om de deur uit te gaan, jongens en meiden. Want mijn Ferrari die staat nog steeds op het auto-evenement waar ik gisteren geweest ben. En die gaan we even ophalen. Heb je gemist? Ja. Ja, het ziet er toch, kijk, dit is toch raar. Als je zeg maar dit open doet, ziet het toch een beetje leeg uit. En ook altijd een beetje vies dan, van de blaadjes en zo. Dan denk ik, ja, de vloer is dan altijd gelijk vies. Ik had eigenlijk deze auto binnen moeten zetten, jongens. Dit was eigenlijk een beetje de kans geweest dat ik die eindelijk een keer gewoon lekker hier binnen had kunnen hebben. Maar de Ferrari gaat er komen. Licht aan. Hoppa. Ja, het ziet er wel een beetje gek uit zo, dat die leeg is. Maar wil jij straks de Ferrari of de Porsche terugrijden? Ja, ik word er nu ongemakkelijk van. Wat denk je dat je in de Ferrari wil rijden? Wat denk je, ben je gek of zo? Natuurlijk niet. Misschien wel, misschien. Kijk dit lelijke fietssleuteltje. Ja. Besef dat je hiermee gewoon zo'n auto... Ja, ik vind het echt niet kunnen. Het is echt lelijk gewoon. Ja. Ja. Helaas. Wij gaan de auto in. En jongens en meiden, ik wil het dadelijk even over iets hebben. Even, we moeten het even... Jelle man, waar ben je nou mee bezig, Pik? Ja, gast, ik weet het al. Ik had het niet moeten doen. Waar ben je in godsnaam mee bezig? Nee, jongens, laten we eventjes dit serieus bespreken. Want dit is natuurlijk echt weer... Oh. Het gaat echt nergens over. Vertel eens. Oké, Lin is nu gewoon geregeld bij jou. En ja. Ik ben er nu de afgelopen dagen ook natuurlijk, want ik heb een paar dagen vrij. Jij bent veel bezig met filmen en ik kan dat gewoon heel goed met Lin vinden. Ja, op een vriendschappelijke manier. Fijn. Dat vind ik super chill. Jongens, de hele comments, of de heel veel comments stonden weer dat Jelle Lin van mij probeert af te pakken. Of andersom, of dat ze moet oppassen. En het was zelfs zo erg dat jij ging vanochtend met Lin boodschappen doen weer. Ja. Of nee, je ging even wat thuis halen, je moest schoenen ophalen. Ja. En ik was aan het editen, dus toen kon Lin gewoon gezellig mee. Want die deed ook gelijk de boodschapjes dan. Wat super handig is, want zij heeft allemaal lekkere dingetjes gemaakt. En toen kreeg jij een DM. Nee, Bo. Oh, Bo kreeg een DM. Bo kreeg een DM met, ik zie net Jelle... In Gio's auto rijden met Lin. Ik zou echt oppassen, man, voor hem. Stel je voor. Oh mijn god, ze zijn dus gespot in de stad. En iemand zegt dat... Nou, hoor joh. Even voor de duidelijkheid. Zeg maar, als vriend zijnde is het heel fijn, ook voor mij, dat Gio goed met Bo gaat. Ja. En dat ik goed met Lin kan zijn. Maar... Dat is gewoon heel belangrijk. Jongens, echt. Er worden van zulke kleine dingen zulke grote dingen gemaakt. Hou eens op. Even serieus. Dat Lin jou vastpakt in Walibi Fright Nights, moet ze toch lekker zelf weten. Ja. Ik ben bezig met de camera. Ik ben aan het lopen voorop. Ja, dan is het toch logisch dat ze jou vastpakt. En dat ze niet de hele tijd aan mij vastgeklapt. Ja, dat is ook niet romantisch. Dat is gewoon omdat het spannend is. Het is gewoon spannend. Kijk, jongens en meiden. Ik kan hier natuurlijk heel lang over doorgaan. Als de camera überhaupt nog loopt. Loopt hij nog? Hij loopt nog. Ja. Kijk, de laatste week zijn er sowieso ontzettend veel reacties geweest. Overal TikToks en alles. Weet je wat het is? Als een relatie uitgaat, jongens en meiden. Als een relatie uitgaat, is het uit. Wat je dan daarna doet, moet je gewoon lekker helemaal zelf weten. En kijk, het probleem is bij mij. Zeg maar, ik vlog dagelijks. En als ik 24/7 met iemand ben, wat eigenlijk wel gewoon zo geweest is met Lin. Dan is het gewoon
bijna onmogelijk om dagelijks te vloggen. Kijk, in elk ander geval zou je makkelijk natuurlijk... Je hoeft het niet online te gooien. Maar omdat ik elke dag vlog... Weet je, ik kan het nooit goed doen. Als ik het verborgen had gehouden... Dus als ik het niet eerlijk had gezegd dat ik aan het daten was... Dan was iedereen weer zo van... Je verbergt dingen voor ons. Je bent niet eerlijk tegen ons. En nu vertel ik het wel eerlijk. En dan is het weer dat het te snel is of wat dan ook. Er staat zoveel... Je moet het gewoon jou een beetje gunnen. Gewoon blij zijn voor Gio. Nou, dat hoeft niet eens. Want dit is mijn leven. Ik bedoel, als ik maar blij ben, daar gaat het om. Voor de duidelijkheid... Ik hoef niks romantisch van Lin. Jij hoop ik ook niet van Bo, anders kan je het nu open kaart spelen, Gio. Nee. Nee, maar ja, wat ik even wil zeggen. Ik ga waarschijnlijk met Lin ook binnenkort even een Q&A doen. Zodat jullie haar ook kunnen beter leren kennen. Wat ook misschien wel leuk is, denk ik. Want ja, ze is natuurlijk nu ineens zomaar in de vlogs gekomen. Voor haar ook ineens echt een hele shock best wel. Ja. Het is ook super heftig. Je moet beseffen dat van de een op de andere dag er ineens heel veel mensen op je letten. En dat is natuurlijk super heftig. Kijk, ik ben dat gewend. Hebben. Ja, en een mening hebben. Kijk, ik ben dat gewend, maar voor haar is het bijvoorbeeld ook natuurlijk best wel heftig ineens. Ja, zeker. Het blijft voor iedereen heftig, maar zeker als je dan net erin komt. Kijk, en weet je wat het ook is? Heel veel mensen zeggen dat het te snel is en blablabla. Denk je dat een ex-vriendin zeg maar stil zit? Zeg maar, kijk, bij mij is het, ja tuurlijk, het komt allemaal online, dus het wordt even in je gezicht druk. Maar denk je, zeg maar, kijk, zij vlogt niet dagelijks. Jade bijvoorbeeld, daar heb ik het nu dan over. Ik heb ook gewoon nog contact gehad met Jade. Niks aan de hand. We gunnen elkaar de wereld. We hebben nog steeds respect voor elkaar. Er is geen juice. Er is niks aan de hand. Het leven gaat verder als het uit is. Uit is uit. En dat ik dan nu toevallig iemand tegenkom waar ik zo goed mee klik en waar ik het heel goed mee kan vinden. Ja, daar heb ik ook niet voor gekozen, weet je. Dat komt ook ineens maar op je pad. Het is niet dat ik op Tinder op zoek was of dat ik allemaal chicks zat te DM'en zoals Jelle dat altijd doet, zeg maar. Nee, maar ik was letterlijk niet op zoek. Ik was niet wanhopig op zoek. Ik ontmoet ineens iemand. Het is op een hele natuurlijke manier gegaan. Ik ontmoet iemand in het echt. Niet eens via een DM'tje of wat dan ook. Wat ook echt, ja, wat echt een voordeel is, vind ik. Ik ontmoet haar gewoon. We hadden allebei een eerste indruk van elkaar in het echt. Ja, en het klikt heel goed. En dan ga je een beetje verder ontdekken. Of dat nog meer klikt. Ja, nou ja, in ieder geval hier wilde ik het even bij laten. Dit is een beetje hoe ik er dus over nadenk. Er is natuurlijk zoveel gezegd online. Zoveel gedaan. Zoveel gepraat. Je kijkt naar mijn leven. Ik film gewoon mijn leven. Ik doe mijn eigen ding. Ik maak mijn eigen keuzes. Dat doe ik al jarenlang. En ik film dat allemaal. Nee, maar ja, binnenkort dus ook ga ik eventjes leuk wat vragen beantwoorden met Lin. Gewoon überhaupt, omdat ja, jullie kennen haar totaal niet. En ja, het klikt nog steeds echt super goed. En dat vind ik gewoon echt ontzettend, ontzettend chill. En, ja, het klikt ook echt super goed met jou. En met Vincent en met iedereen. Ze is echt heel chill met iedereen. Dat vind ik super leuk. Ik vind het heel belangrijk als iemand ook chill is met mijn vrienden. Het is gewoon heel snel als je gewoon een deel van de groep geworden. Ja. Gewoon als vriend, vriendin zijnde. Ja. Maar ja, we zien allemaal nog wel wat er gaat komen. Wat, weet je wat het ook is? Zeg maar, toen ik helemaal in die sleur bleef hangen met Jade en alles, was het weer van, je moet het vergeten, ga door met je leven, ga lekker met iemand anders wat doen. Dan ga je door. Doe ik dat? En dan is het weer niet goed, dan gaat het weer te snel. Zeg maar, er zijn altijd... Het is nooit goed, man. Je kan het nooit goed doen, echt. En daarom is het belangrijkste dat ik gewoon lekker zelf doe waar ik zin in heb. Elke dag. En dat doe ik ook zeker. Dat moet iedereen eigenlijk doen. Gewoon lekker doen waar je zelf zin in hebt, waar je zelf voor staat. En dan doe ik dat lekker ook. Maar dat doe ik sowieso wel. Ik doe echt gewoon echt. Maak mijn eigen keuzes. Boeit me geen flikker wat iedereen zegt over me. Tenminste, het beïnvloedt niet mijn keuzes. Ik doe echt gewoon lekker zelf wat ik wil. Ja. Ik ben moe, dan ga ik kokhalsen. Wat zeiden jullie nou vanochtend in de ochtend dat jullie dat alle twee hebben, ja, toch? Ja, Lin heeft dat ook, man. Kokhalsen als je moe bent. Ja. Dus jullie ik alle... ben echt voor gek verklaard door mijn matties dat ik dat had. Dus ik zei dat toen tegen Lin een paar weken terug. Wat zei dat precies dus ook. Dus dat was een leuke overeenkomst. Oh joh, ik ga dus mijn auto op allemaal kijken hoe druk het hier allemaal is. Volgens mij zijn er allemaal mensen staan te wachten. Tot er volgens mij dus auto's opgehaald gaan worden. Of die weg gaan rijden straks, denk ik. Wat hier allemaal langskomt. Oh, ziek. Ja, is goed. Nou jongens, we mogen er niet in, maar mijn auto staat daar. Dus het is een beetje slecht geregeld dit. Ik moet dus mijn auto ophalen, maar ik mag dus daar blijkbaar niet erin. Dus hoe we dat gaan doen, is nu even de vraag. Nou jongens, dat is even wachten. Gio, mag ik nog even een foto? Ja, top, alsjeblieft. Mag ga je werken? Wat een fucking debiel zat, jongen, echt. Mensen kunnen echt een fucking werk in. Huh? Ja, die man die gaat eerst fucking bij je hand tegen me lopen doen van Ahoy. Fucking. Wat was er dan? Ja, ik loop gewoon naar die gast van Ahoy. Ik zeg, mag ik wat vragen? Nee. Ik zeg, wat? Nee. Ik zeg, onze auto staat hier binnen. Wat moeten we doen? Je ziet dat het druk is. Ik zeg, grap, jij werkt hier toch? Ja, dan kun je toch iets aangeven? Of ik moet naar links, rechts? Wat wil je dat ik doe? Slecht geregeld. Doe me hierin. Dat is ook iets over. Ik heb een fucking auto daar binnen staan. Ja. Ik ga kijken... Want daar is dat ook zo'n ding ook, man.
Ahoy is echt fire. Ik mag niet eens mijn eigen auto ophalen. Wat is dit? Lekker geregeld. Het is ook veel te druk daar. Zodat ik daar blijf staan, dat is ook niet handig. Dan lopen mensen de straat. Ja, maar een beetje begeleiding mag wel, toch? Huh? Een beetje begeleiding kan wel, toch? Ik heb daar niet zomaar iets staan, zeg maar. Lekker dit, jongens. Wat zei die man dan? Ja, ik zeg, mag ik wat vragen? Nee. Je ziet dat ik druk ben. Ik zeg, maar onze auto staat. Er is een auto staat binnen voor ons. Die moeten we ophalen. Ja, je kan er niet doorheen. Ja, wat? Nee, zeg, maar jij werkt hier, toch? Zeg, wat moet ik dan wel doen? Wat een eikel, joh. Ja, echt, jongen. Je moet echt andere banen zoeken. Nou, niet echt helemaal lekker dit, jongens. Ik ben een beetje geïrriteerd. Aangezien ik zeg maar wel gewoon een Ferrari daar binnen heb staan. Dus het is ook niet zomaar dat ik eventjes iets moet ophalen. Maar ik mag gewoon niet naar binnen nu op dit moment. Ja, kijk, maar even een andere ingang zoeken. Zet hem even op het dashboard. Zet hem even op het dashboard. Meneer, wij hebben bij K hebben de auto binnen staan. Goedenavond, welkom bij Rotterdam, hoi. Hey, man. Ben je aan het vloggen? Ja. Ik wil er niet in, eigenlijk even kijken. Hey, ik moet mijn Ferrari hier ophalen binnen, maar... Ferrari ophalen? Ja. Check off his Ferrari, did you hear that? You know where he moet zijn, or which hall? Ja, eigenlijk bij K, maar dat is allemaal dicht, want er staat politie en alles. Oh jee. Dus wat is een handige route dat wij en niet door de menigte hoeven, maar toch in die hal terechtkomen? Dus als wij hier doorheen rijden, kunnen we kijken of het iets open is. Mag van mij. Okay. Maar die slagboom verderop is dicht om bij hal 1 te komen. Dus als je hier ingaat, kan je wel bij hal 1 komen, maar die hek is dicht. We proberen het wel even. Ja man, kan van mij dicht. Hey! Help! Thanks! Hallo man! Bro, wat de fuck hebben mensen hier? Wat gebeurt hier allemaal? Jongens, het staat allemaal op camera. Ik weet niet of je het ziet. What the fuck, ouwe? Ja, ik weet echt niet wat die in zijn mik heeft gedaan, maar... We moeten even kijken gewoon of er ergens zo'n ding open staat, man. Nou, we gaan illegaal. Kom maar, ik ga wel eerst. We worden nergens binnengelaten. Lekker, maat. Alle politie staat toch daarvoor. Ja, pik. Hier, wacht, gooi hem even over. Je moet hem er overheen doen. Oh. Ai. Oh. Nou, inbreken bij Ahoy. Lekker. Het is toch van de zot? Ja, anders kom ik niet aan mijn auto, jongens. Nou. Kijk hoe makkelijk. Ja, oké, mag ik niet zeggen, maar hoe makkelijk je nu ook gewoon naar binnen bent. Ja. Nou, we zijn eindelijk binnen. Ik zie mijn Ferrari ook al mooi staan daar. Kijk eens. Niet helemaal op de gebruikelijke manier, maar... Nee, maar we zijn er. Ja. Kijk, daar is die. Is die Ferrari voor jou? Ja, die is voor mij, ja. Lekker bezig. Maar die RS6, joh. Die is niet voor mij, man. Nee, die is van Dom. Oh ja, die is van Dom. Tijd om te rijden. Er is een waarschuwing dat er een politiefuik is buiten. Dus... Nou, een waarschuwing? Ik heb hem gezien. Ja, we zagen net sowieso al heel veel mensen staan en politie. Maar je moet er sowieso langs dus blijven, dus we gaan kijken eventjes wat er gaat gebeuren. Ben benieuwd. Maar ja, al die auto's hebben hier natuurlijk veel te harde knalpijpen en alles. Dus heel... Wat deed hij? Ja, die wil rijden van de auto. Dus het is echt een chaos hier. Yo! We moeten dus even wachten, we stappen net even uit. Jij hebt echt iets lijps in je kop. Wat de fuck is dit voor gekke raket hier geworden? Dat is mijn airride setup, man. En wat gebeurt daar allemaal? Dan kan ik de auto mee omhoog zetten, naar beneden. Alles. Kan je het laten zien even hoe dat gebeurt? Kijk, want die auto zit nu echt laag. Kijk dan hoe die hangt. Let op. Dit is echt een stuk. Oh, what the fuck? Wat ziek, joh. Kijk dan. Echt weer zo. Hoe kom je op zo'n idee ook? Ik ben nooit anders gewend, man. Echt waar? Mijn eerste auto stond op airride. Ja? Deze staat op airride. Ja? Ik heb hem zelf op airride gezet, samen met mijn vader. Maar rijdt het ook lekkerder dan? Of, ik vond deze te makkelijk rijden. Okay. Ik vond hem te soepel gaan. En nu is hij perfect. Ja, lachen, man. Hij is lekker sportief qua rijden, dus... Leuk! Dik ding! Oh, kijk eens even. Poeh! Dik, ouwe. Ja, mooi kleurtje. Nee, wel mooi kleurtje. Nou, we moeten gaan. Hey! Goed, met jou? Ja, goed, met jou? Lekker. Yo. Hey, fijne terug, Gijs. Ja, dankjewel. Komt goed. Staat daar politie aan? Bijkomen, wat is er? Gio, mag ik een foto? Ja, tuurlijk. Kom maar, sta weer. Ja, Gio, mag ik een box? Er staat de politie daar, of niet? Wat sta je? Politie? Ja, de politie is om de hoek daar, man. Oké, ja, ik ga. Ik zou rustig rijden. Ja, precies. Er staan maar heel veel mensen, volgens mij. Oké. Ja, we kwamen er net niet doorheen. Niet.
Wat zei je? Nee, we hebben de auto nu voorgezet. We hebben de andere auto nu voorgezet. Yo, later. Yo. Yo. Er zijn allemaal mensen op de weg hier. Yo. Yo. Wat een drukte, jongens. Kijk of we tussendoor kunnen. Oh. Hoppa. Nou, ik ga dus maar niet reffen of gek doen hier, jongens. Ik kom ook niet geroepen om dat te doen, maar ook omdat ik gewoon, ik heb geen zin in een boete of gezeik met de popo, zeg maar. Ik denk dat de mensen ook echt hier zitten uit te dagen, gewoon juist wel extra dat geluid te doen. Ja, dat is maar, allemaal politie, hoor. Politie geeft een stopteken. Ja, het wordt nu de vraag, worden we eruit gepikt of niet? Maar ik heb niet een gek knalpijp of iets eronder. Kijk, als ik nu ga reffen... Oké, de politie staat hiervoor. Kan je het filmen? Nee, ik zie het een beetje er doorheen, zie je het. En het is lekker druk hier zo, het is gezellig. Kijk, hier rechts staat een agent. Rechts, ja. Dat staat helemaal voor je met de politie. Kijk ze. Lekker boys. Echt, hier ook politie. Oh shit. Het is echt chaos. Wat de hek, ouwe. Toch een klein refje, heerlijk. Zijn we safe? Volgens mij ook. Volgens mij zijn we safe. Alleen nu moeten we nog de Porsche gaan zoeken. Nu moeten we de Porsche nog ophalen. Dat is ook nog een vraag. Jeetje, wat een gedoe. Ik dacht we gaan even makkelijk mijn auto ophalen, jongens. Maar dat bleek anders. Ja, dat bleek wel even anders te gaan. Oeh, daar staat ook nog de politie. Daar zo. Ze staan sowieso overal nog de controle. Ja, of die ze zijn... hier wegtrekken dan natuurlijk. Exact. Kijk, daar staan ze ook. Daar. Ja, sowieso overal om Ahoy heen. We kunnen nu, denk ik. Oh. Oké, komt nu de politie. Ik hoop het niet. Nee. Nou, in principe optrekken van 0 naar 50 mag. Zullen we niet harder dan 50 rijden? Nee. Missie geslaagd, we zijn weer compleet. Ferrari staat daar, Porsche staat hier, auto's zijn weer... bij elkaar. Dus dat is helemaal mooi. Kijk eens aan. Heerlijk. Top, top, top. Blijf het zo. Ik weet je wat Lim vandaag vroeg in de auto. Wat zei je? Jij zei toch van, pak mijn auto mee, want die van mij stond ingeparkeerd. Ja. Zei Lin, hey Jelle, als je hier dan in rijdt, zeg maar, wil je dat dan ook heel graag? Ik zei, nou Lin, ik zou dat best wel leuk vinden. Om zo'n Porsche te hebben. Nee, zou ik verschrikkelijk vinden. Ja, nee, doe maar niet, toch? Yes, yes. Daar staan we weer voor de garage. Dan gaat hij weer mooi naar binnen. Nou, toch weer veilig thuis. Fijn. Lekker de auto weer binnen. En ik denk dat ik hem nu echt de komende tijd gewoon heel lang niet ga nodig hebben voor iets of gebruiken. Want dit was echt het laatste evenement of event wat ik met deze auto had. We gaan de winter in, jongens. En meestal stal je de auto dan gewoon natuurlijk lekker binnen. Hey, zo doen we dat. Want in de winter wil je deze auto gewoon niet rijden. Dat heb ik natuurlijk al zo vaak gezegd tegen jullie. Nou, piepje kan stoppen. Op, deuren dicht. Ja, dat doet ze dicht als het goed is. En dan zijn we er weer. Nou, Jelle en ik gaan gelijk even lekker even wat eten, jongens. Dus we gaan eigenlijk ook weer gelijk hier terug de auto in. Mooi. Oh, Jelle rijdt zelf, want hij gaat... Hé, hey, ja. Hé, hey, vriend. Ik ga Bo weer ophalen. Hé. Hey. Ik help je even. Ah. Wat schattig. Kijk de achtergrond. Oh, wat lief. Ik heb er zoveel zin in. Ja? Jouw recht. We zijn zo erg gemist. Ja, toch wel, man. Hoe dan? Dat is 2 dagen. Nee, 4. 4 dagen. Ja? Dus wat maar, gaat vanavond gebeuren? Nou, ik heb hoge verwachtingen. Wat denk okay. jij dan? Zo, jongens en meiden. Ik heb het uit eten gaan even gewoon lekker allemaal niet gefilmd. Ik heb lekker mijn joggingspakje aan. En ja, dit was echt een zondagje. Omdat we natuurlijk gisteravond uitgegaan zijn. Maar alsnog ja, best een leuke dag gehad. Ook een beetje chaos vanmiddag natuurlijk nog met die auto ophalen en gekte. Maar nee, ik heb het leuk gehad. Maar dit was ook weer de vlog van vandaag. Deze week, jongens en meiden, gaat er heel veel gebeuren met betrekking tot het huis. Qua verbouwing en alles. De bank komt overmorgen. Oh, dat gaat zo ziek zijn, hè. De bank komt gewoon overmorgen, jongens en meiden. Plus het kleed. Plus waarschijnlijk ook de eetstoelen, weet ik niet zeker. Maar dan, ja, ik moet het leeg gaan halen. Het koffiezetapparaat wat hier staat. Al die andere dingen. Dit moet allemaal weg, zodat hier gewoon prachtig de nieuwe bank kan te komen liggen. Oh, check dan. Kijk hoe schattig dit is trouwens. Hier is Nietje. Ligt hij daar lekker?
Oh. Schattig. Nee, maar ja, dat gaat ook weg. Het gaat terug naar de studio, want dit zijn die tennisstoelen. Die gaan dus weer terug naar de studio zelf. Maar jongens en meiden, dit was ook de vlog van vandaag. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Morgen om 6:30 is een nieuwe vlog. Ik ga jullie allemaal weer zien deze week. Hopelijk bij de nieuwe vlogs die ik ga maken. En bedankt voor het kijken. Tot morgen. Ik zeg, la, de.